Zou je kunnen voorstellen dat je ooit een muurtje zou metselen of dat je dat als beroep zou gaan doen? Nooit. Dat zou, ik vind het ook wel zielig voor het muurtje, eerlijk gezegd. Dat gun ik niemand. Ik weet ook niet waar ik een muurtje zou kunnen metselen. Je weet dat Churchill's grote liefhebberij was metselen. Oh, ja. Ja. Dus op dat landgoed daar, weet het ook weer, daar had hij ook al een enorme muur gemetseld. Hij wou ook graag lid worden van de Engelse Metselbond van Metselaars. Maar nou meen ik me te herinneren dat die hem niet wou hebben. En dan moet ik je zeggen, ik heb die muur bekeken die hij gemetseld had. Waar hij veel aan metselde, nou, dat was echt met pruts metselwerk. Het Verlossum, kunt u mij horen? De Uithof heet nu trouwens het Science Park, hè? Nou ja, daar heb je wat aan. Dat zet zo aan de dijk. Het is Engels. Ja, dat het Engels, dat het geen wetenschapspark heet, is betreurenswaardig. Dat het Science Park heet, zeker, zeker. Maar qua werkgelegenheid is het geweldig natuurlijk. Vergeet dat niet. Utrecht was een industriestad in allerlei opzichten. En met de Dempkade was een staalfabriek en met de werkspoor. Die bedrijven, dat waren samen zeker de verreweg de grootste werkgevers van de stad. En die zijn in de jaren 70 en 80, eigenlijk begon de afbraak al in de jaren 60, zijn die helemaal verdwenen. Dus die werkgelegenheid is in no time. En Utrecht heeft het echt moeilijk gehad. Wacht op zijn artikel 12 gemeente, dus die kon zijn budget niet rondkrijgen. Dus die moest de overheidssubsidie hebben. En eigenlijk zie je, wat je in Utrecht ziet, is heel interessant. Dat je nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid is gecreëerd, in het bijzonder door de universiteit, tegenwoordig de grootste werkgever. Of wat denk je van het academisch ziekenhuis, waar volgens mij al iets van 1000 banen te vergeven zijn. Dat zijn interessante werkgevers. En Utrecht heeft ook een hele goede bedrijvenmix, begreep ik, als het ging om maatschappijen die gaming, nou, allemaal van die nodeloze dingen, maar goed, die allerlei moderne dingen maken. Utrecht is tegenwoordig een booming city. Maar dat was in de jaren 70 en in zeker in de jaren 80 ook wel wat anders. Ja, je ziet in Amerika precies hetzelfde. Dus de industrie vertrekt om allerlei redenen die iets te maken hebben met de deindustrialisatie van het Westen. Maar als dat, dan zie je vaak dat steden die een breed palet van werkgelegenheid hadden, die herstellen ze redelijk. Maar als je helemaal afhankelijk bent van je industriële werkgelegenheid, dan ben je de klos. Denk aan een stad, dat weet ik het, Cleveland of Flint of dat soort. De stad die zich verreweg het best hersteld heeft van de deindustrialisatie, is New York. Omdat het een veel breder aanbod had van activiteiten. Daar sowieso, New York is een hele gekke stad. Dat wordt om de 10 jaar heb je dan zo'n volkstelling in de Verenigde Staten. En dat is echt een groot deel van die bevolking die spoelt elke 10 jaar door. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Waar gaan die mensen heen? Wie vullen dan al die plekken op? Dat is een aanhoudend, enorm vlottende populatie in die stad. Zou dat ook wel van Nederlandse steden wel eens willen weten? Nee, laatst hoorde ik op het nieuws dat 2 miljoen Nederlanders volgens mij afgelopen jaar zijn verhuisd. Ja, dat betekent... Vind je dat veel? Ja, dat vind ik wel veel. Ja. Sowieso heb ik begrepen dat de mobiliteit, zowel de sociale mobiliteit als zeg maar de geografische mobiliteit, in West-Europa tegenwoordig groter is dan in de Verenigde Staten, terwijl het vroeger precies omgekeerd was. Maar dan komt dat, denk je? Ik vermoed dat wij nog, om het nou heel ingewikkeld te zeggen, nog een soort historische inhaalslag aan het maken zijn. En dat het tenslotte ook bij ons ook tot stilstand komt. Maar wat voor inhoudslag? Nou, de sociale mobiliteit heeft alles te maken natuurlijk met het onderwijsniveau. En we zijn nog steeds bezig om meer mensen een hoger onderwijs te geven. Tegenwoordig de helft van de bevolking of zo. In ieder geval ergens tussen de 40 en de 50. En die reizen naar de plekken waar dat gegeven wordt? Nou, dat niet alleen, maar die moeten in principe ook min of meer passende werkgelegenheid zien te vinden. Al begin je wel af te vragen, is er passende werkgelegenheid als de helft van de bevolking tertiair is opgeleid? Ja, dat is, lijkt mij wel een vraagstuk. Mm. Ja. En dat zou fijn zijn als ze allemaal enorm leuke technische vakken zouden studeren, maar dat doen ze dus niet allemaal. Nee, want we kunnen wel wat bouwvakkers extra gebruiken. Bijvoorbeeld, ja. Maar goed, als je natuurlijk culturele geografie hebt gestudeerd, dan ga je niet op een steiger staan. Nee.
Hoe zouden we dat een beetje kunnen promoten nog, dat werk met je handen? Geen idee. Want iedereen wil natuurlijk... De enige manier waarop je daar iets aan kunt doen, is dat je er meer geld voor betaalt. En dat, dan weet ik nog niet of je die mensen krijgt. En zodoende hebben we een omvangrijke arbeidsmigratie. Ja. Zou jij metselaar willen zijn? Mijn badkamer is gedeeltelijk verbouwd door een Litouwer. Ja, die je gevonden hebt via Werkspot. Nee, die werd door degene die het werk had aangenomen, werd die aangeboden. Ja. Zelfs de uitvoerder was iemand met een migratieachtergrond. Ja, ja. En wat vind je dan als je... Ga je ook een praatje met die mensen maken? Nou, dat was heel lastig, want ik sprak ook geen Engels en ik spreek geen Litouws. Dus ja, dan zit je wel met een probleem. Ja. Maar op een of andere manier wisten ze hem toch goed te bereiken. Ja. En heeft goed werk afgeleverd? Ja, ziet er prima uit. Hij was niet in zijn eentje. Er waren meerdere personen betrokken bij de werkzaamheden. Maar ik had de indruk dat het allemaal keurig uitgevoerd was, ja. Ja. Ik was er niet ontevreden over, laat ik het zo zeggen. En jij belde dan met die aannemer van wat er allemaal ging gebeuren? Nee, dat deden mijn kinderen. Oh, oké. Je ziet dat ik leef in een wereld van dienstverlening ten behoeve van het feit dat ik eigenlijk niks kan. Ik heb helemaal geen zin om daarover na te denken. Nee. Echt 0,0. Zou je je kunnen voorstellen dat je ooit een muurtje zou metselen of dat je dat als beroep zou gaan doen? Nooit. Ik vind het ook wel zielig voor het muurtje, eerlijk gezegd. Dat gun ik niemand. Ik weet ook niet waar ik een muurtje zou kunnen metselen. Je weet dat Churchill's grote liefhebberij was metselen. Ja. Dus op dat landgoed daar, weet het ook weer, daar had hij ook al een enorme muur gemetseld. Hij wou ook graag lid worden van de Engelse Metselbond van Metselaars. Maar nou meen ik me te herinneren dat die hem niet wou hebben. En dan moet ik je zeggen, ik heb die muur bekeken die hij gemetseld had. Waar hij veel aan metselde. Nou, dat was echt met pruts metselwerk. Je hoeft er niet veel van metselwerk te weten om te zien dat het... Dat Churchill geen groot metselaar was. Maar het was een hele serieuze liefhebber. Hij schilderde, zoals je weet. Ja. Dat viel me ook bitter tegen, moet ik zeggen. En ook zijn metselwerk kon echt de toets van de kritiek niet doorstaan. Schots en scheef? Nee, niet schots en scheef. Maar gewoon echt mooi metselwerk. Dat zie je meteen. Dat heb ik van mijn broer geleerd. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, strak. Oké, ik zit even hier te kijken. Maar dit is hier allemaal... Is er allemaal gepleisterd hier? Ja, ja. Ja. Het was allemaal hartstikke leuk dat die pleister, maar dan moet je dus elke 10 jaar moet dat dus bijgewerkt worden. Je krijgt druipsporen en het is kwetsbaar, het is kwetsbaar spul. Ja. Heeft hij die muur ook weer afgebroken? Nee, die staat er nog. Oké. Dus Chartwell, sorry, ik kon er even niet opkomen. Goed, het is zijn huis Chartwell. Ik kan overigens een bezoek aan Chartwell aan alle luisteraars van harte aanbevelen. Het ligt iets zuidoostelijk van Londen, maar vanuit Londen ben je er eigenlijk in mijn herinnering in een klein uurtje. En het is een ontzettend leuk huis. Het straalt iets uit wat je natuurlijk maar zelden hebt bij dit soort van ex-woningen van prominente lieden. Het is gezellig. Je denkt dan, nou, ik zou hier ook best willen wonen. Ja. Ja, een enorm huis, hadden een massa personeel. Hij moest zich de poten blauw schrijven om het had. Churchill is iemand die zijn godganse leven door geldzorgen is geplaagd. Dus ook nu en dan af en toe moest hij tegen Clementine zeggen, ja, sorry Clem, we moeten het verkopen. En dan schreef hij dus weer een dik boek. Dat schrijfwerk van hem werd fenomenaal goed verkocht. Over zijn voorouders en over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Je weet dat hij een Nobelprijs voor de literatuur heeft gewonnen. Ja, daar hebben we het volgens mij over gehad. Ja, in de podcast over hem. Ja, precies. Ja. Maar goed, Chartwell. Mocht u in de buurt zijn, ga even kijken. Voor mijn lol, ga even naar die schilderijen kijken. Die hangen een soort loods daar beneden en naar dat muurtje. Ja. Nog één ding over mobiliteit. Ik begreep dus ook dat Nederland tussen provincies een verschil is, bijvoorbeeld in het thuiswerken. Dat natuurlijk in de Randstad veel kenniswerkers zitten, die thuis achter de computer zitten. Dus daar wordt veel thuis gewerkt. Maar in Noord-Brabant bijvoorbeeld zit er toch nog veel maakindustrie. Dus die zijn onderweg. Ja, als je natuurlijk met je vingers iets moet doen. Als je een machine moet bedienen, dan kun je dat natuurlijk niet thuis doen. Dat is duidelijk. En ook het culturele aspect speelde daar nog een rol. Want Brabanders vinden het schijnbaar wel gezellig om lekker bij elkaar op het werk te zitten. In plaats van... Ik kan me dat ook wel enigszins begrijpen. In die zin dat ik... Ik heb natuurlijk mijn ganse leven heb ik thuis gewerkt. Het is ook moeilijk geparkeerd hier. Oké. Wat ik heel prettig vond in principe.
Maar af en toe moet je naar het instituut om even te horen hoe het erbij staat. En of er belangrijke zaken zich hebben afgespeeld. En nou, even je postvak te kijken of daar nog een beledigende brieven zijn gearriveerd. Dus ja, je moet van lollig maar even naar het instituut te gaan. Eén keer per week ruim voldoende. Het is zeker een feit als je op het instituut werkte, dat je makkelijk afgeleid werd. Alle collega's stuk die sigarettenbietsen, een bekend fenomeen van het kantoor. Dan heb je een sigaretje voor me? Ja, omdat natuurlijk driekwart is gestopt, maar helemaal niet gestopt. En die weten wel wie er niet gestopt is. En die komen dan met zo'n... Ja, dat is een hele speciale motoriek is daar aan verbonden. Zo'n beetje aarzelen van... Heb je nog een... Ja, ik doe hier nu. Ik doe met de vingers naar wat mensen dan doen. Ja. En dan zeggen ze, je was toch gestopt? Nou, dan zeg je eerst, ik dacht dat je gestopt was. Nee, nou ja, voor deze keer dan. Dus dan gaf je ze een sigaretje. Ik vind dat je thuis beter en geconcentreerder kunt werken dan op een instituut. Terwijl wij niet eens een kantoortuin hadden, waar iedereen had... Nou ja, sommigen zaten wel met meerdere mensen op een kamer. Ik heb dat zelf nooit gewild. Ik vond dat een beetje een aanslag op je privacy. En omdat je dan alleen op een kamer wilde, kreeg je wel een ontzettend lullig kamertje. Dus ik heb ook wel eens overwogen om de Arbo-dienst erop af te sturen. Dan was mijn kamer volgens mij onmiddellijk afgekeurd. Maar dat vond ik, juist omdat ik er vaak niet was, vond ik dat het probleem. Er was ook een soort computerdwang, je mocht geen Apple hebben. Dat werd niet ondersteund door de faculteit. Ja. Waarom noem je het eigenlijk het instituut? Ja, zo heette het, Instituut voor Geschiedenis heette het. Oh, zo, oké. Okay. Dus het heet het instituut. Ja, ja, ja. Maar ik dacht, het is gewoon de universiteit, maar het is inderdaad... Nee, het instituut, zoals mijn vader altijd over de PD sprak. Ja. De plant- en ziektekundige dienst, waar hij zijn ganse leven gewerkt heeft. Wat dat betreft, ik ben natuurlijk ook een werknemer van Jan Doedel. Ik heb mijn hele leven voor hetzelfde bedrijf gewerkt en hetzelfde instituut. He, in feite precies hetzelfde werk gedaan, alleen heette het in het begin anders dan aan het eind. Ja, ja. Daar is ook overigens helemaal geen enkel bezwaar tegen af. Vond het leuk werk om te doen. Laat ik dat er direct bij zeggen. Wil je nog iets zeggen over de Koreaoorlog? Ja, we gaan nog iets zeggen over de Koreaoorlog, zeker. Dan doe ik even de raampjes dicht, dan doe ik even de airco aan. Ook alweer gedaan, over die telefoon. Ja. Nee, ik doe even dicht, dan zet ik even de motor aan, want anders is zometeen de accu weer... Weet je wel, dat toen de vorige keer kwam niet meer weg. Nee, oh nee, dat heb ik helemaal niet gemerkt. Ja, daar was jij bij. Heb je wel een start gekregen dan, tenslotte? Ja, uiteindelijk wel, ja. De accu was helemaal leeg. Tjonge, die is al een beetje... Ik krak een mikkige auto, maar hij is ook al van 2015. Nee, wat je moet doen is dat je kunt toch zo'n reservebatterij krijgen waarmee je opnameapparatuur kunt voeden. Ja, dat klopt. Dat heb ik hier. Ik heb met deze Zo'n soort mini-baksteentje. Ja, dat klopt. Sommige mensen hebben dat omdat ze overal en altijd die klote telefoon kunnen voeden. Ja, dat klopt. Maar hij draait nu gewoon op de motor, dus is prima. Nu gaat het goed. Okay. Maar doe even de raampjes dicht, omdat je anders in die benzinelucht zit. Nee, je begrijpt dat ik ondertussen denk aan een CO2 die wij nu uitstoten. Ja, hè? Ja. Maar goed, jij zet de verwarming, staat bij ook nog steeds aan. Dus, Nee, nu niet meer. Oh, oké. Okay. Sterker nog, het is vandaag zo lekker fris dat ik de airco ook niet aan had. Oké, wordt goed. Nou, hij staat nu wel eventjes aan, ja. Want ja, volgende week kan ik niet garanderen dat er een enigszins bruikbare podcast gemaakt kan worden. Nee, we moeten op omdat afstand ik volgende week in Drumheller ben, wat een onvindbaar plaatsje is in de Canadese provincie Alberta. Had ik al verteld dat Alberta groter is dan Frankrijk, Zwitserland, België en Nederland samen. Nee, heb je niet verteld. Dat is interessant, toch? Bij deze, ja. Dat geeft een beetje het beeld van de ruimte, niet waar, van een Canadese provincie. Maar dan heb je geen internet, denk je? Ik denk het wel. Oh. Ik kan me niet voorstellen dat... Maar dat kunnen we op afstand opnemen. Qua internet is Duitsland het achterlijkste land wat ik ken. Traag, het werkt niet, je moet het ook nog betalen. Je krijgt zo'n idiotige printen code van de balie beneden. Dat je echt denkt, wat is dit voor onzin? Nou, goed. Dus ik hoop wel dat dat nu beter is. Dus we zullen contact zoeken. Wat hadden we ook weer afgesproken, dat je mij een Zoom-contactje stuurde. Ja, maar moet je mij wel aangeven wanneer jij kunt? Ja, dat eerst moet je mailen van wanneer kun je, en dan mail ik terug. Want je zit natuurlijk met dat tijdsverschil van 8 uur. Ja, maar dan maakt niks uit, we zoeken wel een moment. Je zit in het westen van de Verenigde Staten en van Canada natuurlijk. Ja, en hoe laat is het hier dan? Wat is het verschil?
het is hier 8 uur later. Oké, okay. Nou, dan moeten we wel iets vinden zijn. Ik zou maar zeggen, hoe laat is het nu? Het is nu 9:15. Nou ja, dus dit is een, daar is het 8 uur vroeger, dus het is daar dus 1:15. En je bent overdag natuurlijk, je bent nu, als het nu 1:15 is, dan ben je aan het opnemen. Dat mogen we aannemen. Ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Als we überhaupt wegvliegen, kan het zijn dat we door blokkades en allerlei andere noodvoorzieningen, dat we gewoon, dat ik maandag gewoon weer thuis ben. Ja, dat is toch treurig. Maar heb je volle, zijn de hele dagen, zijn die helemaal vol gepland? Ja, het zit betrekkelijk vol. Voor zover ik het bekeken heb, zit het betrekkelijk vol. Er zijn 2 rustdagen. Ah, oké. Wat ik dan ga doen, weet ik niet. Maar dan, misschien kunnen we op die rustdagen dan... allicht kan ik iets leuks vertellen over hoe bijvoorbeeld Alberta eruit ziet. Ja, precies. Hoe het Canadese platteland eruit ziet. Want deze enorme provincie, daar wonen 4 miljoen mensen. Dat is het gekke van de zaak. Terwijl als we even optellen wat er in Frankrijk, Zwitserland, België en Nederland woont, dan zitten we dus op zeg maar 65 plus 12, 77 plus 10 is 87 plus 17 is 6, 97. Zitten we ergens 100 miljoen plus. Ja. Ongelooflijk, ja. Zo uitgestrekt. Ja, en dan is, heb je nog toch dat als je als Nederlander Noord-Frankrijk binnenrijdt, dat je denkt, nou, hier is het nog lekker leeg. Hè? Ja. Zie je dat golvende, prachtig, hè? Dat Noord-Frankrijk, prachtig land. Maar het is natuurlijk, ja, Nederland is natuurlijk extreem vol. Zeker natuurlijk in het westen. Maar het is, en ook wel gezellig, toch? Ik vind het heel gezellig, zeker. En als je naar de provincies toe gaat, dan denk je, nou, er is ook nog wel wat ruimte. Ja, je kunt altijd met vakantie gaan naar plekken waar helemaal geen mensen Zeeland, zijn. Als je in Zeeland bent, denk je toch, hier is toch nog ruimte genoeg? Nou, dat is heel interessant. Dat als je dan vanuit Brabant, wat er natuurlijk een zootje is in allerlei opzichten, ook infrastructureel trouwens, dan rij je Zeeland binnen en heb je inderdaad het gevoel dat er een soort elegante Hollandse leegte op je wacht. Met van die lange rijen populieren langs die dijken. Ja, Zeeland heeft wel wat. En bovendien heb ik altijd begrepen dat het economisch niet goed ging in Zeeland. Maar het heeft hele lage werkloosheidscijfers. Je hebt ook de airco aangezet volgens mij. Ja? Vind je het te koud? Koud, ja. Oh, ik dacht dat je dat lekker vond. Hey, moet ik hem uitdoen of zal ik dit iets... Ik kan hem ook gewoon zo uitdoen, zo. Kijk, het is heel simpel. Oudere mensen, de hele warmtehuishouding van oudere mensen wordt minder en minder. Dat werkt 2 kanten op, namelijk A, dat ze het vlug koud hebben en B, dat ze het ook vlug warm hebben. Ja. Dus het is deugd eigenlijk nooit bij oudere mensen. Nee, oké, dat is nu uit. Ja. Hebben jullie wel allemaal een eigen kamer? Ja, daar heb ik ook op geïnsisteerd, ja. Privacy voor alles. Maar zijn er dan mensen die samen op de kamer zitten? Ik heb geen idee. Ik koop het niet voor ze. Maar nee. Je hebt mensen die dat soort van dingen totaal niet erg vinden. Nee. Amerikanen hebben ook heel andere ideeën over privacy. Ik ben ooit met mijn dochter op vakantie geweest in de Verenigde Staten. En ja, natuurlijk hadden wij 2 verschillende kamers. Nou, is dat dan Amerikaan? Ik ben niet goed, Snik. Hey, waarom zou je niet met je eigen familie op 1 kamer gaan leren? Dat spreekt toch volledig vanzelf? Ik begreep dat ze daar met hele gezinnen op 1 kamer, ook als de kinderen al wat ouder zijn geworden. Je hebt toch vaak in Amerika 2 van die enorme bedden. Dat je denkt, wat botten we daarmee? Nou ja. Dat is dus daarom. Nee, met privacy hebben ze in Amerika hele andere ideeën over. Nee, en ze hebben ook hele korte vakanties maar. Hè? Ja, ze gaat hem er weer in prikken, ja, joh. Daar komt het. Dat wordt spannend. Is dat jouw buurvrouw? Ja, dat is de buurvrouw van mijn buurhuis en het huis ernaast. Ja. Ja, nou, we gaan kijken of het lukt. Gedurfd hoor, dit. Ja, maar ze heeft piepjes, dus dat scheelt. Maar die piepjes zijn niet heel representatief. Dit gaat volgens mij niet goed. Ze staat te veel de straat op, toch? Nee, ik sta heel ver in het parkeervak. Dus, ja, maar kijk, nee, het gaat toch wel goed. Ja. EX heet die. IX. Ja. Staat er nou IX of niet? Ja, volgens mij wel. IX, ja. X-Drive staat erop. Ja. Het is volledig elektrisch. Dat moeten we allemaal er maar uithalen. Ja, waar hadden we het over? Ja, de privacy. Ik heb daar ook nog eens een keer een jaartje gestudeerd. En toen had ik een, hoe heet het? Had ik een kamer in zo'n dormitory. Zo'n
voor studenten, studenten. En er waren ook douchecellen en die hadden geen douchegordijn. Nou ja, dus ik ben nog naar beneden. Daar zat altijd zo'n meneer die daar een soort van toezicht moest houden. Zei, ja, er is geen douchegordijn. Ik keek me aan alsof ik volkomen knettergek was. Een douchegordijn, wat was dat goed voor een douchegordijn? Nergens voor. Ja, ik vond het echt afschuwelijk. Dus ik ben daar ook niet onder de douche gegaan. Nee, dat snap ik. Of ik, ja, ik ben nog wel eens heel midden in de nacht. Ja, dan een draad. Ja, dit zijn allemaal dingetjes, beknipperd eruit, maar goed. En midden in de nacht was ik tenslotte onder de douche gegaan. Ik kom uit die douche, heel simpel, want er hing toch geen gordijn. En dan ligt een man bewusteloos op de grond. Ik zei, grote god, wat nu? Ik bedoel, ja, ik had zo'n handdoekje en was hij bloot? Dat geloof ik wel. En ik heb geprobeerd hem wakker te maken en het bleek een man te zijn uit Perzië, uit Iran. Die computerwetenschappen studeerde daar in Wisconsin, waar ik mij op dat moment bevond. En ik ben een goed bevriend geraakt met hem. En ik heb begrepen dat hij later hoorde, ik van hem, dat hij zijn hele familie naar de Verenigde Staten had gehaald. Maar hij zei altijd dat ik zijn leven had gered door hem wakker te maken. Hij had iets, hoe heet dat nou, een lichte epilepsie had. Oh, dus hij heeft een aanval gekregen dan? Ja. Oh, dat is wel heel fijn dat jij dan op dat moment zeker, daar was, ja. Ik heb twee mensen het leven gered in mijn leven. Wat was de andere dan? Dat was op mijn avondwandeling, midden in de winter. En ik liep door de Hugo de Grootstad. Daar is een studentenhuis waar ik zelf ook in heb gewoond, overigens heel lang geleden. En voor dat studentenhuis, tot mijn totale verrassing, het zal een half twee uur 's nachts zijn geweest, lag een jongen te slapen. Maar het vroor, je weet, dat is levensgevaarlijk. Dat zijn die dronken lui die thuiskomen, die kunnen met die sleutel het gaatje van het slot niet vinden. En die denken, weet je wat, ik ga even liggen pitten hier, dan zien we morgen wel verder. Met als gevolg dat hun vrouw ze doodgevroren voor de deur vindt de volgende ochtend. Dus ik dacht, ja, hier moet opgetreden worden. Dus ik maak die jongen wakker. Die komt groggy, kennelijk straalbezopen geweest. Komt hij erbij kennis nadat ik flink aan hem geschud en getrokken had. Waarop hij zei, u bent mijn docent. Hij studeerde geschiedenis. Maar goed, die heb ik ook het leven gered, ja. Kijk, wat dus, ik heb dus twee bewusteloze personen aangetroffen midden in de nacht. Ja, dat verwacht je toch ook niet dat je dat ooit in je leven meemaakt, dat je dat moet doen? Nee, ik vond het zelf ook wel amusant al met al. Ja. Het zijn er ook maar twee geweest hoor, in 78 jaar. Ja. Ik ben benieuwd wat je allemaal gaat beleven tijdens je reis. Ja, ik ben ook erg benieuwd hoe het je zult er vast wel weer een boek over kunnen schrijven. Nou, in ieder geval een artikeltje. Ja, zeker, ja. Nou, ik moet je zeggen dat ik je bezocht vandaag Overvecht. In het kader van het 900 jaar Utrecht en zo voor, oh ja, dat voor RTV Utrecht. En misschien moet u daar ook nog een keer wat doen. We bezoeken alle verschillende buurten van de stad. En wij bezochten daar ook een experimentele woonvormen die dateren van de jaren 70. En dat heeft zich ook op een heel interessante manier eigenlijk ontwikkeld. Dat was natuurlijk gestoeld op idealisme. Want een experimentele woonvorm hield in dat mensen weliswaar hun eigen appartement hadden, maar toch ook een gezamenlijke ruimte waar ze allerlei dingen gezamenlijk zouden kunnen doen, waarbij de collectiviteit toch een belangrijke rol speelde. En dat bleek natuurlijk, wat jij kijk wel zou verwachten, dat geleidelijk aan die idealen verrafeld zijn. Er waren nog steeds wel collectieve ruimtes, best zagen er goed uit, best gezellig, maar het is nooit geworden wat de idealisten ervan verwachten. En toen dacht ik, dat is toch interessant. Dat deze appartementen, of de ontwikkeling van deze appartementenblokken, want het zijn een paar experimentele blokken, dat die eigenlijk precies loopt zoals de zeitgeist, als je die even toch wil benoemen, zich ontwikkeld heeft vanaf de jaren 70 tot op de dag van vandaag. He, dus dat hele idealisme van de jaren 60 over de collectiviteit en dat je dingen samen moest doen en zo, dat eigenlijk verrafeld en verdwenen is en dat het individualisme zich veel sterker heeft ontwikkeld dan iemand ooit in die idealistische dagen dacht. He, dus dat eigenlijk experimentele woonblokken in Utrecht, daar kun je een heel aardig artikel over schrijven, hoe die zich ontwikkeld hebben in de afgelopen 50 jaar. Ja. Dacht ik bij mezelf. Leuk. Ga je ook nog naar Kanaleiland? Ja, wie weet. Ik weet niet precies. Ja, we liggen nu natuurlijk 3 weken stil. Witte Vrouwen is ook leuk. Ja, ik vind. Het zijn grote wijken die we bezoeken.
Nou, Witte Vrouw is toch best wel groot, of niet? Kanaal Eiland ook trouwens. Ik weet niet precies wat het programma is, eerlijk gezegd. Oké. We gaan het zien. Overvecht viel me enorm mee, overigens. Vind je het te koud? Koud, ja. Dit is de verlosser van Duitsland. Dit is de redder van Duitsland uit de nood. Geniet ook op vakantie van de warme stem van Maarten van Rossum. Dit is der eine, de man waarop we gewacht hebben en die van Duitsland weer zal maken wat Duitsland ooit geweest is, of zelfs misschien nog wel meer dan dat. Download het luisterboek over Hitler via de link in de beschrijving. En dat betekende dat velen in feite hun kritiek hebben opgeschort.